We gaan beginnen met de aardappelen. En we gaan die in de folie rollen. Het zijn gewoon rauwe aardappelen, bintjes. Die rol ik in de folie. En die gaan we eigenlijk op de rooster gaan we ze garen. Wanneer ze gaar zijn, gaan we ze eigenlijk afwerken met een beetje bieslook, een beetje pijpajan gaan we erbij doen, olijfolie en een klein beetje melk. Dus ik heb eigenlijk gekozen voor een aardappel van een groot formaat. Geen nieuwe aardappel met een heel dunne schil. Meer een zetmeelhoudend bintje. Voor die puree op zich, die laten we nu gewoon een half uurtje liggen en af en toe draaien. En voor de rest moeten we er eigenlijk niet mee bezig zijn. Volgende. We voelen aan de aardappelen. En die aardappelen zijn goed, kijk. We kunnen die perfect induwen. En die gaan we eigenlijk hier gewoon, kan echt geen kwaad, een beetje een warmte laten liggen. Ondertussen hebben we tijd voor onze aardappel helemaal af te werken. Het is nog een beetje warm. Het mag zeker niet helemaal koud zijn, anders kan je niet echt een lekkere puree maken. Ondertussen vlees toch een beetje in de gaten houden. Maar uiteraard echt wel heel belangrijk dat je aardappel gaar is. Hè. We gaan die al een beetje kapot doen, deze aardappel. Het kan niet echt tot puree draaien of tot puree stand, maar gewoon een klein beetje gekneusd eigenlijk. Gaan we erbij doen een scheutje melk. Beetje zout. Een beetje nootmuskaat doen we erbij. Verse nootmuskaat. Niet te veel. En te veel nootmuskaat is echt wel niet lekker. Beetje. Nu doen we er onze olijfolie bij. Ik hier geen boter bij doen, maar olijfolie. Juist genoeg. Uiteraard. We gaan er nog heel even een klein beetje pijpajan in doen. Zo. Wat er gewoon in doen. Zo, onze aardappelsalade is ook klaar.